Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom hier in de Terpkerk op deze zondag 26 februari. Ook een hartelijk welkom voor de gasten in ons midden en voor deze dienst die thuis wordt gevolgd op een later tijdstip. Een bijzondere dienst vandaag, want Tycho in mijn muitjes wordt gedoopt. Ook is het vandaag de eerste zondag van de 40 dagen tijd. Voorganger is dominee Corrie Bark Bakker. En de organist is Martijn van der Honing. Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededeling. Ik mag beginnen met heugelijk nieuws. Als ik zeg er komt witte rook uit de pijp, dan weet u wel waar ik het over heb. De beroepingscommissie heeft een advies voor kandidaatstelling gegeven aan de kerkenraad. En de kerkenraad heeft dit advies overgenomen. Dit betekent dat er een kandidaat is voor het voorgangerschap in onze gemeente. Daarom nodigt de kerkenraad u uit voor een extra gemeenteavond op donderdag 16 maart aanstaande, waarin de beroepingscommissie gelegenheid krijgt om de gemeente te informeren over de hele procedure die gevolgd is. Vervolgens kan kennis gemaakt worden met de kandidaat. De naam van de kandidaat mag pas op de gemeenteavond bekendgemaakt worden. Na de kennismaking willen we dan overgaan tot de verkiezing en zal er dus gestemd worden. Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor deze extra gemeenteavond. Dan is het vanavond om 7 uur een dienst in het kader van Wereldgebedsdag in Leppeheim, waarin mevrouw Bosma uit Nes hoopt voor te gaan. Oh, hij is er al mee eens. Volgende week zondag 5 maart is er 9:30 een dienst in deze kerk waarin dominee R. van Sessenklaar uit Achlem hoopt voor te gaan. En woensdag 8 maart is het biddag. Er is dan om 7:30 een dienst in deze kerk waarin dominee M. Mazereel uit Sneek hoopt voor te gaan. De collecte in deze dienst is voor diaconie en kerk. En de bloemengroet uit deze dienst gaat naar de heer Nelissen, Huytemastritte 29. Als iemand namens de gemeente de bloemen daar wil bezorgen, kan hij zich na de dienst in de torenkamer melden. En er is een 40 dagen tijd een liturgische bloemschikking. Op de beamer hebt u al kunnen lezen over deze bloemschikking. En voor de dienst van vandaag hoort de tekst van Matthäus 4, vers 10b bij de schikking. Want er staat geschreven: aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem. De komende weken gaan we met Jezus mee op weg naar Jeruzalem. Gaandeweg ontdekken we wat het betekent dat Hij die weg ging uit liefde voor ons, uit liefde voor jou. We treffen Jezus vandaag aan in de woestijn. Een grote lege vlakte zonder zichtbaar pad of houvast. Daar zoekt Hij naar het antwoord op de vraag waar zijn missie ten diepste over gaat. Er is ruimte om na te denken. Maar ook is er de verleiding voor een snelle oplossing. De makkelijke uitweg. Brood, macht, aanzien. Soms belanden ook wij in een woestijn van niet meer weten welke kant we op moeten. Kiezen wij dan voor de snelle oplossing? Of durven te blijven vertrouwen
op de belofte van God. Trouw zijn aan God en aan elkaar, dat is een hele lange weg. De kerkenraad wenst ons allen een goede en een gezegende dienst toe. En we beginnen dienst met het staande zingen van lied 283, vers 1 en 2, in de veelheid van geluiden. Volle kerk. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt en die nooit loslaat het werk waaraan zijn hand eens is begonnen. Namens die God mag ook ik zeggen, fijn dat jij er bent. En in de taal van de kerk zeg ik, Gods liefde is er voor jou, voor u. Genade zij u en vrede. Van God die is als een vader en van Jezus Christus de Heer. Laten we samen bidden. Trouwe God, in de veelheid van geluiden komen we hier bij elkaar. In de stormen van ons leven zoeken we rust en vrede van het woord, uw woord. In de veelheid, in de volheid van ons leven zoeken we geborgenheid bij u. Bron van ons leven, adem van ons bestaan, mogen wij ons openen voor u. Amen. We zingen nog hetzelfde lied, de coupletten 4 en 5. Volle, mooie dienst, bijzondere dienst, begin van de 40 dagen tijd. Maar op deze plek in de kerkdienst leggen we altijd eerst alles wat ons hoog zit aan God voor. Het Kyriegebed. Na het Kyriegebed zingen we van lied 280 de aangegeven versen. Laten we samen bidden. Heer onze God, met onze dromen,
met onze hoop, met onze angsten en ons kleine hart, met ons verleden, de tekortkomingen, met onze ontevredenheid en onze pijn. Met alles komen we bij u. Stem ons af op uw wil. Heer, ontferm u. Heer, onze God, om de honger en de dorst, om het onrecht, het geweld van natuur en van mensen, van oorlogen en aardbevingen. Om de ogen die te veel hebben gezien, de oren die te veel hebben gehoord, het lichaam dat te veel littekens kent. Om alles komen we bij u. Roep uw wereld tot vrede. Heer, ontferm u. Heer onze God, er is zoveel. Discriminatie, intolerantie, kwetsing, alleen zijn. Om de mond die niet gekust wordt. Om het lichaam dat nooit gekoesterd wordt. Om alles komen wij tot u. Roep uw wereld tot liefde. Amen. Is zover. Vandaag zal in onze gemeente naar een eeuwenoude traditie opnieuw de doop worden bediend. Door de doop worden kinderen opgenomen in de wereldwijde groep van mensen die in navolging van Jezus God zichtbaar willen maken in hun geloof, in hun betrokkenheid en aandacht voor elkaar. We zingen eerst Laat de kinderen tot mij komen. En de kinderen die dat willen meebeleven, die mogen ook allemaal onder dit lied wel naar voren komen. Ja? Thank you.
Zijn er niet meer? Ja toch, ik zie nog veel meer. Er staan al zoveel grote, er kunnen vast ook nog wel een paar kleine bij. Tycho durft het ook. We zien het wel, hè. Als ze alsnog willen, stuurt u ze maar gewoon. Deze twee mensen die daar vooraan zitten, Jesper en Danielle, muitjes, hebben de wens uitgesproken om hun kindje te laten dopen in het midden van deze geloofsgemeenschap. Maar eerst willen we graag horen met welke naam. Jesper en Danielle, welke namen hebben jullie je kind gegeven? Tycho Ime. Met de namen Tycho en Ime gaan we zo dopen. En dan zal dat kleine manneke bij God gekend en bij de mensen gekend worden als Tycho Ime. Mogen wij dan als gemeenschap die om jullie heen staat, van jullie horen waarom jullie je kind willen laten dopen? Je hebt een brief aan Tycho geschreven. Kom, lees eens voor. Hoor jullie het? Ja. Lieve Tycho, op 27 augustus 2022 ben jij ons wonder, een kind van God. Ja. Lieve Tycho, op 27 augustus 2022... ben jij ons wonder, een kind van God, in ons leven gekomen. Je bent nu bijna 6 maanden en wij zijn zo blij dat je bij ons bent. Mede door het geloven en papa en mama elkaar leren kennen. In deze kerk mochten wij samen belijdenis doen en zijn wij getrouwd. Nu vandaag word jij hier gedoopt. Op moeilijke momenten of wanneer we even doorheen zitten, helpt het geloof ons weer boven. Ook voor jou wensen wij dit. Wij hopen dat je nooit alleen voelt en Gods aanwezigheid voelt. Door jouw doop willen we jou verbinden aan onze kerk en aan die naam van God. Super, dankjewel. Een heel waardevol briefje. Want het is niet alleen maar een briefje, dat heb u gezien. Het is veel meer. En terwijl jullie de geloofsbelijdenis zingen, we hebben een geloofsbelijdenis uitgezocht waarvan we denken dat die wel past bij deze tijd, gaan wij met de kinderen het water erin doen. In de doopvont, hè, dat snapt u. U gaat zingen en wij doen het water erin. Wie wil dat eens doen? Ja, doe maar. Ja. Alles. We gaan heel veel water gebruiken. Super. Dank je wel. Ja. We gaan ons geloof belijden. En jullie mogen je wel omdraaien, dan kan je misschien meekijken. Misschien wil je ook wel meezingen. Thank you.
Ik heb een vraag aan jullie. Zijn jullie ook gedoopt? Nee. Nee. Sommigen wel en anderen niet. Hè? Zou God nou meer van de een houden dan van de ander? Nee. Evenveel. God houdt evenveel van kinderen die wel gedoopt zijn of kinderen die niet gedoopt zijn. Het is maar een symbool. Weet je wat ik hier heb? Dat is ook een symbool. Ik zal hem eens even afdoen. Weet je wat dit is? Een ring, hè? Een trouwring. Dat is ook een symbool. Ik kan je nou vragen om in de kerk de meneer op te zoeken die ook zo'n ding heeft, maar dat zal ik jullie besparen, want dat is best lang zoeken, hè? Ja. Wij hebben allebei een symbool dat we... Allebei zo'nzelfde ring. En dit is voor ons allebei een symbool dat we van elkaar houden. En dat we bij elkaar horen. En zo is het dopen een symbool dat je bij God wil horen. He? Dus als je niet gedoopt bent, kan dat altijd later misschien nog wel eens. Of ja, als je groter wordt, ja, dan kan je soms belijdenis doen. Ja, ja, daar is er meer water voor nodig, hè? Want die zijn veel groter. Ja, ja, ja. Die passen hier niet in, hè? Nee. Tycho, ga hem hier een beetje boven houden. Ik heb een ring weer om. Want stel je voor dat ik hem nou verlies, hè? Houdt hij dan niet meer van mij? Ja, hij houdt nog net zo goed van mij, hè? Ja, ik denk het wel. Als hij zijn ring verliest, hou ik ook nog van hem, hoor. Als dat symbool er niet was, zouden we nog net zo goed van elkaar houden. We gaan eens even hier omheen staan. Kom er maar even bij, want direct moet je een beetje op afstand. Kijk, dit water, dan gaan we eerst samen bij bidden. En dan doen we onze oogjes dicht. En dan gaan we bidden. Eeuwige, bron van alle leven. Hier staand bij het water van de doop bidden wij dat dit water een levend teken is van uw heil. Uw heelmakende aanwezigheid, ons hele leven lang. Opdat deze dopeling, maar ook wij zelf, weet mogen hebben van u als levengevend water, steeds opnieuw. Daar waar mensen kinderen hopen uit te groeien tot wie ze ten diepste zijn. In navolging van uw ware mensenkind, Jezus. En levend met de Heilige Geest. Amen. Ik wil jullie vragen naar voren te komen. Want nou gaan jullie een beetje aan de kant. Zorg dat je het goed ziet. En ik vraag ook de ouderling even om bij mij te komen, want anders staat het zo raar als ik met... Als jij dit even bidt, hou hem maar een beetje hierboven. Tycho Ime, ik doop jou in de naam van God, bron van alle leven. In de naam van Jezus, Gods ware mensenkind. En in de naam van de Heilige Geest die met jou meegaat, altijd. Amen. Prachtig. Ja. Eeuwige, we bidden voor Tycho. Raak zijn oogjes aan. Raak zijn oogjes aan dat hij uw licht zal zien in mensen om hem heen. Raak zijn oortjes aan, zodat hij uw stem zal horen. Raak zijn mondje aan, zodat hij woorden van liefde zal spreken. Raak zijn handen aan, zodat hij zal leren wat delen is. Raak zijn voeten aan. Waar zijn ze? Raak zijn voeten aan, zodat hij achter u aan zal gaan. Lieve Tycho, lieve Danielle en Jesper, weet jullie aangeraakt door de liefde van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En nu vraag ik aan jullie. De naam van jullie kind is verbonden aan de naam van God. Jesper en Danielle, willen jullie kind de aanwezigheid van God laten zien? Goedheid, trouw en liefde. Willen jullie je kind als uniek schepsel van God zien?
En willen jullie doen wat in je vermogen ligt, je kind zo op te voeden dat het zijn eigen doop zal leren verstaan. Wat is daarop jouw antwoord, Jesper? Ja. Wat is daarop jouw antwoord, Danielle? Ja. Dan vraag ik nu aan u, voor zover u dat kunt, te gaan staan. En u als gemeente hier bij elkaar, willen jullie samen een thuis vormen voor dit kind, waar hij mag opgroeien? Een huis van mensen waarin Tycho mag ervaren wie God is, wat leven in vrijheid van geloof betekent. En willen jullie er zijn wanneer de ouders om raad komen, wanneer Tycho komt met vragen over het leven? Wat is daarop jullie antwoord? Dan kunt u nu weer gaan zitten. Dan is er iets gemaakt door de kinderen. Ja, toch? Vanuit de kinderdienst hebben de kinderen wat voor jullie gemaakt. We hebben allemaal een bandje erop gezet om het gewoon ook welkom te heten. Noemen jullie mensen hier geluk, Twente en jullie Twente en Rens wil je. Nou, dit was prachtig. Jullie mogen allemaal weer naar je plek gaan. Want we gaan nog zingen. Verbonden met vader en moeder. Ja, natuurlijk, het meest met die twee. Maar jullie mogen ondertussen wel weer naar je plaats gaan. Maar direct ga je misschien naar de kindernevendienst. Thank you.
feestelijke gedeelte is nou helemaal gebeurd. Want nu gaan we zo over naar de 40 dagen tijd. Ja. De kinderen kunnen de kerk nu verlaten. Wie dat wil, een volwassene, kan weer terugkomen. En komt u maar ook gewoon binnen waar ik ook mee bezig ben. Jullie allemaal een fijne ochtend gewenst. Ja, want in de 40 dagen tijd is de kleur paars, vandaar deze kleine metamorfose in de kerk. Laten we samen bidden. Goede God, in een wereld waarin we veel willen begrijpen, alles willen berekenen en zoveel mogelijk willen verzekeren, worden we vandaag opnieuw geroepen te luisteren naar uw woord. Geloofsverhalen van eeuwen her spreken tot ons. U wilt ons aanspreken. Ons raken in ons hart. Mogen wij ons openen voor die heel andere dimensie. Leven van vertrouwen en overgave. Leven luisterend naar die stille stem van het hart. Open ons voor u. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen die Gerry Bauer voor ons zal lezen. Allereerst Psalm 62. Dat is een hertaling, dus een modernere vertaling van Psalm 62 door Huub Oosterhuis. En daarna Matthäus 4. Wees stil, mijn zieltje, wees bij God. Zet je niet schrap, laat hem. De rots, hij komt op zachte voeten en luistert. Ik ben een wankele muur die je makkelijk omduwt. Een mens die je zo vermoordt. Wees bij God, mijn ziel, bij hem rust en bezinning. De rots, hij komt met zachte handen om te troosten. Jachtig en ijl is onze generatie. Pluizen die niets wegen, waaien hoog op, zijn weg. Wees stil, wees bij God. Niet vergelden, niet oordelen zal hij. Hij komt luisteren, hij wil begrijpen de vriendschap. Nu de tweede lezing uit Matthäus 4. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen,
zodat u uw voet niet zal stoten aan een steen. Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. We gaan zingen, Heer die mij ziet zoals ik ben, lied 139. Thank you.
Na de verkondiging is het eerst even stil en dan zingen wij lied 538 met elkaar. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen. Ik weet niet of u de 40 dagen tijdkalender al hebt. 40 dagen tijd, voor de mensen die niet zo vaak in de kerk komen, is een periode van 7 weken voor Pasen. 40 dagen, de zondagen tellen niet mee. 40 dagen staan we stil bij hoe Jezus leefde, hoe zijn weg ging, wat dat betekent voor de mensen nu nog. Wilt u er nog een mee, dan ligt die achter in de kerk. Het thema is uit liefde voor jou. Uit liefde voor jou, om ons te leren hoe leven bedoeld is. Jezus leefde zijn leven vanuit de ware liefde, in verbondenheid met God. Met die stille stem in zijn hart die hij God noemde. We kennen de verhalen en zullen ze ook deze weken weer intens beleven. Zijn leven liep uit op de dood. En toch ook weer niet, want hij leeft nog altijd voort. We gaan ons 40 dagen lang voorbereiden op Pasen. Het feest van de opstanding. Het feest van de overwinning op de dood. Het feest waarin we gedenken dat licht het wint. Dat het leven sterker is dan de dood. U vraagt zich misschien af, hoe kan je ooit Pasen vieren? Als er zoveel verdriet is. Als er zoveel mensen geen dak boven hun hoofd hebben en in ellende leven. En de wereld haast te groot is, de ellende haast te groot is om te blijven geloven in een wereld die goed is voor iedereen. Waar genoeg voedsel is voor elk volk en elk mens. Ons visioen lijkt verder weg dan ooit. En toch vieren we, toch houden we vol en blijven we erin geloven. De 40 dagen tijd, een tijd van naar binnen kijken, van je bezinnen. Van stilstaan bij hoeveel tijd je op je scherm zit en hoeveel tijd je aan je vrienden besteedt. Wat er aan overvloed in de kast zit, ligt aan eten en drinken. En misschien tel je deze 7 weken eens even hoeveel paar schoenen je hebt. Het maakt allemaal niet uit. Het is een tijd van naar binnen kijken. Ik zie mensen in de lach schieten. Misschien moet ik er ook nog de handtasjes bij zetten. Want ik ken ook mensen die verzamelingen handtasjes hebben. Maar geeft allemaal niks. Het is gewoon leuk om eens even naar binnen te kijken. Een tijd om naar binnen te kijken. Een tijd om te beseffen dat in jouw leven God erbij is. Uit liefde voor Tycho wilden jullie dat hij er helemaal bij hoort. Iets waar wij ontzettend dankbaar voor mogen zijn. En als teken daarvan ontving hij de doop. De 40 dagen tijd. Een tijd om extra stil te staan. Waar draait het om? In jou, in mijn leven. Wat is het belangrijkst? Laat ik dicht bij mezelf blijven. Laat ik maar gewoon zeggen wat het eerste bij mij opkwam. Als ik 's morgens beneden kom, dan ligt de krant op de mat. Maar ik heb er geen trek in om 7 uur. Op de nuchtere maag het nieuws. Ik zit er vaak niet op te wachten. Maar toch grijp ik wel redelijk gauw, dat is om 7:30 al denk ik, mijn mobiel. Is er nog nieuws van vrienden, familie, bekenden? Heb ik ook mail? Wat ga ik doen vandaag? Waar ga ik naartoe? Ik ben op mezelf gericht. Het naar binnen kijken, het inkeren en jezelf de vraag stellen, wat drijft mij vandaag, is een andere. Wat zijn mijn drijfveren vandaag? En hoe verhoudt zich dat tot God, mijn schepper? Ga ik voor gemak, een eigen belang, voor macht, voor aanzien? Is dat wat God van mij vraagt? Is dat mijn bestemming? Kom ik dan uit de verf zoals God mij bedoeld heeft? Wanneer staan we daarbij stil? Hoe kom ik uit de verf zoals God mij bedoeld heeft? Doen we dat alleen op zondagochtend tussen 10 en 11?
Ik moest deze week denken aan mijn nu prachtig bloeiende amaryllisbol. Het is alweer ruim 3 maanden geleden dat ik hem kreeg. Nou, misschien inmiddels wel 4. Heel feestelijk verpakt kwam mijn man ermee aan. Het was een waar geschenk, zo werd het ook overhandigd. Een bol vol belofte. Dit dingetje zat erbij, u kent hem vast wel. Zo'n soort bijsluiter. Het geeft vast een officiële naam, maar ik ken hem niet. Ik moest de bol voor 50% in de aarde zetten. Op een warme plaats neerzetten. Eerst weinig water en ga zo maar door. Er staat van alles op dat ding. En er kwamen toch een bladeren? Oh, verschrikkelijk. Maar geen bloem. Dus ik naar degene die er verstand van had en ik vroeg, en nu? Wat nu? Ik heb een groot geschenk gekregen, maar zit het hem in de bladeren of komt er nog meer? Ik kreeg goede tips, moest de bladeren afsnijden en ja, toen gebeurde het. Dat wat erin zat, kwam tevoorschijn. En dat is nou net wat God ook bij u en mij wil. Dat wat er aan liefde in zit, dat eruit komt. Kent u dat mooie lied? In de bloembol is de krokus. In de pit de appelboom. In de pop huist een belofte. Vlinders fladderen straks rond. In de koude van de winter groeit de lente ondergronds. Nog verborgen tot het uitkomt. God kijkt naar zijn schepping om. Wat zit er in jou, in mij, in u nog verborgen? Wat zit er in Tycho verborgen? Hoe komt Tycho straks tot zijn bestemming? Hoe wordt hij echt Tycho? Hoe leert hij wat bij hem past, wat hem voedt en wat hem leegzuigt? Hoe leert hij zichzelf te worden? We hopen en bidden dat Tycho het lukt. Helemaal Tycho te worden, open te bloeien. Het wordt hoog tijd, anders denkt u, waar zijn die schriftlezingen? Het wordt hoog tijd dat we eens kijken naar de schriftlezing. Voordat Jezus zijn werk begint, trekt hij zich terug in de woestijn. Een eenzame tijd, een tijd van vasten. Een tijd om na te denken. En ja, hoe gaat het als je alleen bent en de stilte zoekt? Dan komen er allerlei beproevingen om de hoek. Jezus krijgt het moeilijk. In het verhaal wat we net gehoord hebben, zijn er verschillende namen voor het kwaad. Vers 1 noemt het de duivel. Vers 3 staat de beproever. Vers 10 staat de Satan. De uiteendrijver, de diabolos. Kent u nog de oude diabolo? Zo'n ding waar je met zo'n touwtje op en neer deed. Daar zit een diabolos is een uiteendrijver. Drijver. Iemand die jou uiteendrijft, die jou splitst, die jou splijt. Je bent niet meer, als je daarnaar luistert, iemand uit één stuk. Je bent niet meer te vertrouwen. Jezus staat zijn mannetje. Diep van binnen weet hij wat zijn bestemming is. Een mens te zijn uit één stuk. De enige aan wie hij zich verbindt is zijn hemelse Vader. Dat is wat telt. Dat is ook de basis van waaruit hij mens is. Liefde. Pure liefde en gerechtigheid wil hij zijn. Luisterend naar zijn hart staat hij zijn mannetje. Is hij waarlijk mens? Zoals God hem bedoeld heeft. Komt hij tot zijn bestemming? Hij is waarlijk mens tot aan het bittere eind. Ook in ons, gewone mensen, hier anno 2023 in Akkrum, klinken vele stemmen. Vorige week verbaasde ik me nog over dat de ouders van onze jongste kleinzoon, hij is nog rauw, dik anderhalf, bijna 2, al de vraag kregen of hun zoontje verkleed op de kinderdagverblijf kon komen. Carnaval. We gingen achter de naaimachine zitten en we hebben een indianen-outfit voor hem gemaakt. Al op heel jonge leeftijd moet je mee in de tijd. Moet je mee met de stroom van de andere mensen.
En dat is nog wat. Ouders willen meedoen. Meesters hebben invloed. Vriendjes willen dat je meedoet in hun spel. De reclame dringt ons van alles op. We willen meedoen en beslist niet uit de toon vallen. Maar in hoeverre bent u wie u bent? In hoeverre komt een in en ieder van ons tot zijn of haar bestemming? Hoe leef je ten diepste luisterend naar die stille stem in jouw hart? Hoe leef je als ouders het voor, liefde en gerechtigheid? Steeds opnieuw wordt dat van jou en mij elke dag gevraagd. Wie ben je? Waar sta je voor? En dat kost heel veel strijd. Hoe luisteren we dan naar die stille stem van het hart? Het is een levenslange opdracht. Je steeds opnieuw te verbinden met die liefdevolle stem. En als ouders, denk even aan mijn eigen ouders, heb je daar, denk ik, een voorbeeldfunctie in. En met vallen en opstaan doe je je best. Een mens te zijn op aarde, met al haar wel en wee, dat is die stille stem die geest van God aanvaarde, die naar het ware leven leidt. Die groot en klein oproept te groeien in wijsheid. Steeds meer een mens te worden uit één stuk. Ook u en ik kennen die diabolos, die uiteendrijver, de duivel, om het maar zo te noemen. Steeds opnieuw probeert die diep van binnen ons daarbij weg te houden. Eenzaam en alleen kun je je voelen. Soms hele tijden kunnen het woestijntijden zijn. Daar in de woestijn volgde Jezus de stem van zijn hart. Hij leerde het goede te onderscheiden. Inzien wat paste bij hem in zijn vertrouwen met de eeuwige. Als we daar zitten, in die woestijn van het leven, is het goed de woorden van Psalm 62 erbij te pakken. Psalm 62. Zoekt u hem nog eens op. Leven, luisteren naar die stille stem in je hart. En die stille stem te ervaren als een ware vriend, diep van binnen. Leven vanuit dat besef betekent dat je verder kan. Steeds opnieuw. Elke dag, elk jaar weer. Niet dat die uiteendrijver nooit meer komt. Tuurlijk. Hij zal als die kans krijgt, dan glipt hij weer naar binnen. Van de week zei ik tegen iemand, wat een beeld wat mij altijd helpt, als ik verdrietig word of chagrijnig of allerlei vol oordelen zit, dan denk ik bij mezelf, oh, daar is hij weer. En dan visualiseer ik het en dan zet ik hem, dan grijp ik hem in zijn kraag en dan zet ik hem over de drempel van mijn ziel. Dan donder ik hem als het ware mijn lijf uit, mijn hoofd uit. Leven vanuit dat besef dat God er altijd is, steeds opnieuw. Het maakt dat je steeds meer jezelf durft zijn. Hoe Jezus ons voorleefde als mens om te worden zoals God ons bedoeld heeft. Denkt u nog eens even aan die amaryllisbol. Prachtig bloeiend, nu. Maar het duurde even. Worden wie je ten diepste bent. Het is onze levenslange opdracht. Maar dat u en ik als mens tot bloei komen, als mens, waarlijk mens, is dat niet onze bestemming? Mogen het zo zijn. Amen.
mens te zijn op aarde. Laten we met elkaar danken en bidden. Trouwe God, dankbaar zijn we voor de liefde. De liefde met een hoofdletter. Voor uw aanwezigheid. Voor u. Dankbaar zijn we voor uw liefde.
die we zagen in Jezus. Dankbaar zijn we voor uw liefde, die we zien in al die liefderijke verbanden waar we toe behoren. Alles wat we ontvangen in familie, in vrienden, gemeenschappen, groepen waarbij we bij horen, relaties. Dankbaar zijn we daarvoor. Dankbaar zijn we voor dat wat we daar vinden. Plekken waar we erkend worden, waar we waardering krijgen, waar we liefde ontvangen. Plekken waar we mogen groeien tot wie we ten diepste zijn. Dankbaar zijn we voor het nieuwe leven van Tycho Ime, voor zijn doop, voor zijn liefdevolle ouders die hem zo gunnen. Het geloof, mag het in hem groeien, mag het in hen groeien. Dankbaar zijn we voor de wetenschap dat u de mens, ook Jesper, Danielle en Tycho, nooit alleen laat. En vaak bidden we het, o God, trek met hen mee. We bidden voor de wereld, voor al die plekken waar zoveel ellende is, waar oorlog is, onvrede, chaos, verdriet, vernedering, angst en pijn, machtsvertoon. O God, mag er een keer komen in het lot van mensen en wilt u ons aanspreken? Wilt u ons leren hoe wij er kunnen zijn voor anderen? Even zijn we stil om aan u voor te leggen waar we zelf zo vol van zijn. U die wij Vader, onze Vader noemen. Samen bidden wij de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En nu is nu het moment van de inzameling van de gaven en daarna zingen wij ons slotlied. Lied 91a.
Lieve mensen, we gaan zo van hier. Ik wijs u nog even op die kalender. Het is zo zonde als ze er met Pasen nog liggen. Neemt u gerust één mee. Dan is er direct gelegenheid om de jonge ouders te feliciteren met de doop. Het is misschien wel handig om dat niet handenschuddend te doen. Misschien kunt u het zo doen. Feliciteren. Danielle werkt in een ziekenhuis en we weten allemaal niet wat we onder onze leden hebben. Even een plechtige buiging, een respect of even de hand op het hart. Het wordt wel begrepen. We gaan van hier in het besef en u kan trouwens ook meegaan naar het koffiedrinken. En daar zijn ze natuurlijk ook. En misschien is er dan ook nog wat lekkers bij. Ja, ja. Nou, het is 40 dagen tijd, maar op zondag geldt dat niet, hè? Goed, we gaan van hier in het besef dat we niet alleen gaan. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de inspiratie van zijn geest is met u allen. Jullie staan achter bij de deur? Ja, of weet hier?